Sergio Perez heeft een contractverlenging gekregen en vertelt verheugd te zijn met zijn nieuwe tweejarige deal met Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner laat optekenen uit te kijken naar de terugkeer van de goede vorm van de Mexicaan. Welkom bij GP Fans Recap, de serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen. Het Bracing bracht op dinsdag naar buiten dat Sergio Perez ook in 2025 en 2026 uit zal komen voor het Oostenrijkse team. Horner vertelt in een persbericht van Red Bull verheugd te zijn om de samenwerking met Sergio voort te zetten. Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team, en zowel Sergio als Max zijn een succesvolle en robuuste samenwerking. Ze hebben afgelopen jaar onze eerste 1-2'tje in het constructeurskampioenschap veiliggesteld. Sergio kende een sterke start van het seizoen, met tweede plaatsen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan en met zijn podiumplaats in China. De laatste paar races waren zwaar. De crit kwam dichter bij elkaar te liggen, maar wij hebben vertrouwen in Sergio en kijken uit naar de terugkeer van zijn al bewezen vorm en performance. Nu we het toch over Christian Horner hebben, hij hoopt na problemen in Monaco op een beter resultaat in Canada. De baan in Montreal is voorzien van een nieuwe asfaltlaag en de teambaas weet nog niet zeker wat het effect daarvan zal zijn. De afgelopen jaren was Red Bull Racing, ondanks de hobbels in Montreal, vrij succesvol. Daaropent de teambaas dan ook mee bij motorsport.com. Montreal is een circuit waar we in het verleden vaak goed hebben gepresteerd. Ze hebben de baan inderdaad opnieuw geasfalteerd voor de race van dit jaar, dus we moeten zien wat het effect daarvan is. Red Bull zal zich, net als de andere teams, goed voorbereiden op het raceweekend, al zit het nog wel met vraagtekens over het nieuwe asfalt. Historisch gezien draaide het in Canada altijd heel erg om tractie, al moeten we even afwachten of dat is veranderd door de nieuwe asfaltlaag. Al dus Christian Horner. Alpine en Esteban Ocon maken het seizoen van 2024 nog samen af, maar zullen daarna uit elkaar gaan. Daarmee komt er een eind aan de samenwerking die vijf jaar heeft geduurd. Na de Grand Prix van Monaco, waarbij Ocon in aanraking kwam met teamgenoot Pierre Gasly, hingen er geruchten in de lucht over een mogelijke schorsing. Dat lijkt er dus niet te komen en Ocon kan het seizoen bij het Franse team afmaken, maar daarna zal hij op zoek moeten naar een andere werkgever. Daardoor lijkt reservecoureur Jack Doohan wellicht te mogen hopen op een debuut volgend jaar. Ook staat Mick Schumacher nog altijd onder contract bij het Franse team, maar dan in het World Endurance Championship. Ja, en wie gaat er nou naast Gasly volgend jaar in de Alpine zitten? Laat even weten in de reacties wat jij denkt. De Formule 1 reist deze week af naar Montreal, maar de vraag is of het weer nog goed in het eten gaat gooien. De laatste weervoorspellingen laten zien dat we kletsnatte dagen gaan krijgen. De FIA zal zich moeten buigen over deze kwestie, maar we hebben in het verleden meermaals gezien dat ze niet bang zijn om de sessies af te blazen bij hevige regenval. Weather.com verwacht dat de regen en onweer vanaf donderdag haar intrede doet, en AccuWeather denkt dat er vanaf woensdag al de nodige neerslag naar beneden zal dalen. Met betrekking tot de racedagen op de vrijdag, zaterdag en zondag is er regen en onweer voorspeld. Het meest slechte weer, mogelijk met onweer, lijkt zich te gaan melden op zaterdag, de dag van zowel de derde vrije training als de kwalificatie. Ja, dat was hem alweer, de GP Fans Recap. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten en abonneer als je altijd op de hoogte wilt blijven van alles rondom de Formule 1. Doeg!